Wij hebben, hooggeëerd publiek mag ik wel zeggen. Wij hebben bij ons hier in de studio een mooie combinatie. Namelijk uit het Haagse Goldband en Maan! Ja. Wie had dat gedaan? En ze hebben er volgens mij heel veel zin in. Ja, man. Ja. Hey, jongens. Ja, dit is, ik vind het fijn dat jullie er zijn. Want jullie zijn volgens mij de drukste artiesten van dit jaar, denk ik wel. Toch? Ja, misschien wel. Ja. Ja, zou heel goed kunnen. Burn-outs en paniekaanvallen. Licht overspannen. Ja. Overspannen. Maar wel heel leuk. Ja. Maar echt, is het te veel? Ja, het is veel te veel. Ja. Zeggen ze nog lachend, hè? Maar ja, goed, het jaar zit er bijna op. Hoe kijken jullie zelf terug op dit jaar? Want het is toch echt wel de grote doorbraak geweest. Ja, bizar. Ja, even, ja, zo. Gaan we even heel even snel terug. Januari vorig jaar. Wat was er toen allemaal aan de hand? Oh ja, toen deden we de tweede helft van onze tour nog voor hele kleine zaaltjes. Ja. Ja, dus toen was eigenlijk het record aantal mensen dat we hadden gespeeld. Het was Paradiso of zo, 1200. En toen ging het steeds omhoog. Paaspop, 8000. Bevrijdingsdag festival stonden voor 40.000 mensen, 60.000. Toen die grote festivals. En toen kregen we ook in één keer aandacht van jongens zoals jullie. Met noodgevallen. Ja, we zijn early adapters, hè? Wij waren er snel bij. Ja, helemaal op het eind eigenlijk. We hebben net de Beatles ontdekt ook. Ja. Ja. En een nieuwe nummer van 50 Cent, PIMP. Ja. We zijn er nu nog bij LL Cool J, zijn we. Oh ja. Ja. Hey, moest je, wat je bent gevraagd, denk ik, helemaal aan zingen ze een mopje mee, denk ik? Nee, andersom eigenlijk. Ja, vroeg aan de jongens, zing even met mijn nieuwe single mee. Ja. Nee, ik was bezig aan mijn album. En toen had ik het over met mijn team. Van wie zou ik nou leuk vinden om een album te hebben? En toen dacht ik, ja... Karel, Goldband. Dacht jij, Karel. Nee, Karel. Toen dacht ik nog Goldband. omdat het zoiets unieks is in Nederland. En zo chille energieën en zo lachen, gieren, brullen. En echt hele goede muziek. Dus dat wilde ik heel graag. En een beetje het onverwachte vind ik altijd heel leuk om op te zoeken. En toen zijn we uiteindelijk de studio ingedoken. Hadden we eerst een andere opzet, dat werd niet helemaal. Fietsflirt. Ja, echt? Ja. Fietsflirt? Ja. Maar daar gaat het hele nummer niet over. Maar dat was het conceptidee. En dat is een hele andere tekst, maar heet nog steeds Fietsflirt. Ja. En toen een latere sessie, daar is het uiteindelijk stiekem uitgekomen. Ja, en in de studio is toch bij jullie de vonk een beetje overgeslagen? Ja, klopt. Nee. Maar ik wil even voor eens en voor altijd. Het stiekem gaat wel over twee mensen die elkaar leuk vinden. Prille liefde. Ja. Gaat het dan ook over jullie, Karel en Maan? Nou, daar heeft het wel mee te maken, ja. Zeker. Ja. Het is wel de fase waar we toen in zaten, ja. Jullie gaan natuurlijk de komende 20 jaar alleen maar vragen over jullie hierover krijgen. Precies. Nou, we hopen het na deze week ook al een beetje gehad te hebben. Ja. En dan gaan we het lekker weer over muziek aan. Wij hebben een klein cadeautje voor jullie. Oh, dat is leuk. Oh. Ja. Is voor de kinderkamer? Nee, nou, nee. Maar het is voor Maan en Karel, maar eigenlijk is het voor jullie allemaal. Want goed, kijk, het moet natuurlijk niet zo zijn dat Maan de Yoko Ono van de band gaat worden. Hè? Dat moet natuurlijk niet zo. Want... Dit zagen we ook al op Twitter voorbij komen, kijk, volgens mij vandaag. En dit brengt jullie letterlijk weer om de tafel. Een gourmetstel. Een gourmetstel! Dankjewel. Ik vind dat is stiekem dus echt heel erg leuk. Ja, nee, dat is stiekem heel erg leuk. Ja. En jij en Maan zijn vanaf nu een gourmetstel. Ja. Maar wel in de pannetjes, ja. Hey jongens, nog één serieus, want ik denk dat de alle artiesten in Nederland in de rij staan om met jullie samen te werken. Ja, klopt. Ja. Nou, dat geloof ik echt. Ik denk dat. Ja, dat denk ik echt. Maar heeft de vertegenwoordiger zich al gemeld? Oh, nee. Die hebben natuurlijk precies dezelfde energie. Hetzelfde voorkomen. Bedoel je de ouderen van de toekomst? Ja. Gaat niet gebeuren, denk ik. Nee, ja, jij hebt wel een keer met Freddy laatst heel veel paddeldruppels gebruikt. Ja, oké, jongens.